Zaterdagmiddag was het een drukte van belang. Hele lange mannen van wel 4 meter lengte liepen in het centrum van Hardenberg. En bij mij de voorzitter, meneer Dalemans. U bent voorzitter van deze Koninklijke Steltenvereniging. Zeg ik het zo goed? Inderdaad, het is Koninklijke Steltenbers van Merchtem. En dat ligt in België? Dat ligt in België, dat ligt dus bij Brussel, 15 kilometer van Brussel, ongeveer toch een 300 kilometer van hier. U heeft hele lange mannen meegelopen. Hoeveel zijn het er in totaal met de dames op klompen erbij? In totaal zijn we vandaag met 55. Dus de dames met de klompen erbij, dus vlaggen vooraan. En dat dient de kleine fanfare en dan toch wel een 25-tal steltlopers van 1 meter onder de voet tot 4,11 meter 11 onder de voet. Dus de hoogste staat 6 meter hoog. We zijn op. 6 meter hoog. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat iemand met 4 meter een stok onder zich, een balk zeg maar, kan lopen? Is daar een bepaalde techniek voor nodig? Inderdaad is daar een techniek voor nodig. We beginnen ermee dus van heel jongs af. Dus er zijn verschillende jonge kinderen bij die dus van kleins af moeten beginnen op kleine stelten. Nog kleiner dan degenen die nu erbij zijn. Van 20 centimeter onder de voet bijvoorbeeld, vooral om de goede techniek te leren. En dat is heel belangrijk in de groep. Als je techniek kent, dan kun je stilletjes aan groeien. 6, 7 jaar beginnen we ermee en dan 10 jaar, 12 jaar kunnen ze iets opgroeien. Maar ze moeten dus echt op een stelte van 1 meter onder de voet kunnen gaan om het tempo te kunnen volgen, want anders kunnen ze niet volgen. Mevrouw, u deelt folders uit. Ja. Deze mensen waren heel erg geïnteresseerd. Dat zijn wij ook. We willen graag ook een stukje van die folder zien. Want ik heb begrepen, u heeft ook meegedaan aan de ceremonie van de opening van de Olympische Spelen. Ja. Dat klopt, ja. Hè? En dat staat geloof ik in Albertville. En ja. Dat staat in uw folder. Kunt u ons dat eens even laten zien? Ja, want kijk, de Fransen zijn nogal chauvinist. Maar in feite moesten we wel de Franse driekleur dragen. Blauw, wit, rood. En dan nog met die ballonnen op het hoofd. Dat is nog moeilijker om uw evenwicht te bewaren. Dus in feite zijn het Belgen die in Frankrijk mochten de ceremonie openen. Dat is toch wel heel erg bijzonder? Ja, dat is heel speciaal. Wij Nederlanders zijn heel erg trots op onze tulpen en onze klompen. Dat is een nationaal gemeengoed. Vooral de klompen, die zien we niet al te veel meer in het straatbeeld. Maar ik zie dat de klompen in België dus een daadwerkelijke functie hebben gehad vroeger. Want ik zie daar vrouwen op klompen met een soort skis, een plank daaronder. Wat zit daarachter voor geschiedenis? Wel, dus dat ging dan in feite ook volgens de geschiedenis in Merchtem. Dus dat de dames die dan echt niet zo'n evenwicht hadden om op de stelte te lopen, dat ze zijn toevlucht namen op glijplanken met een klompen aan op die moment. En uiteindelijk werd dan het lumineus idee opgevat om dat een keer met 2 en met 3 tegelijk te doen. Om die te monteren op een paar skis en ermee dan te glijden op als de grond of als het water bevroren was. En dat gaf dan nergens nog een meer lumineus idee eraan om met de groep mee te stappen. Dus de dames die echt niet kunnen op de stelte gaan, die onvoldoende evenwicht hebben, die gaan in de klompen. Hoe populair bent u in uw eigen land, België? We zijn dus heel populair in België. We zijn dus Koninklijke Kerken erkend sinds een aantal jaren, omdat we dus meer dan 50 jaar bestaan. En we doen dus alle grote optochten in België. We doen dus ook de koninklijke etappes, de jaarlijkse omgang in Brussel. Alle grote stoeten, tattoos, braderies in gans België van noord tot zuid. Ook in het Wallonië-gebied, dus geen enkel probleem. Maar vooral zijn we dus in het buitenland ook veel. Hè. Onder andere Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië, noem maar op in Europa. Maar we zijn ook al 5 keer in Japan geweest. We zijn ook al 6 keer in Amerika geweest, dit jaar trouwens voor de 6e keer. We zijn in Vietnam al geweest, Hongkong, we hebben in Zuid-Korea geweest, 2 keer in Peking. Volgend jaar gaan we terug naar Vietnam, dus het staat niet stil.